Gisteren heel lang levende liefde. Imperfectie is perfectie. Nou, zullen wij samen lekker imperfect zitten te weten? Ja. Jeroen maakt van zijn date met Sandra meer een soort workshop. Ik wil wel dat je je eigen schilderij gaat maken. Niet de schilderij die ik jou ga opdragen. Is goed, joh. Ja, is goed, joh. Ja, jij praat zo op een manier van, nou, gaan we eerst even zus, dan even zo. Hoezo, ben ik te veel aan het bepalen dan? Of? Ja. René en Esther hebben elkaar na een paar uur al helemaal niets meer te vertellen. Pas 4 uur, joh. Pas 4 uur? Ja. Nou, dan moeten we er nog 22. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhaal. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Ik ben altijd zo dat je veel te vertellen hebt. Valt wel mee. Nee, altijd wel rustig. Rustig persoon, ja. Want je zei eerst al dat je spontaan was en gezellig. We gaan lekker winkelen, dat is gewoon spontaan. Oké, en de gezelligheid? We gaan een terrasje pakken, we gaan er een gezellige avond van maken. En dan zien we wel hoe laat En dan praat je wel iemand de oren van zijn kop. Als ik in een kroeg ben en ik wil een man hebben. Mm-hmm. Oh, hebben ook. Dan. Hier kom jij, zoiets. Dan ga ik daar gewoon naartoe. Mm-hmm. Dan sta ik er gewoon op af en zeg gewoon hoi, of wat heb je een lekker strak broekje aan? Dat werkt zo. Wat heb je een lekker strak broekje aan? Warm man. Warm man? Nou zo. Ja, vind je het warm? Ja, dat is niet om jou mijn borsten te laten zien. Ik ga dus nog een glaasje inschenken en dan ga ik ook lekker. Ik ga het even lekker de douche in. Klaarmaken voor mijn mandje. Hey, slaap lekker. Ja, slaap doei. Bij de appartementen wil de liefde niet echt op gang komen. Waar het ook aan ligt, de vlinders houden deze avond in ieder geval meer dan de 1,5 meter afstand. Ik zou zeggen, welterusten. Ja, welterusten. Tot morgen. Ja. Smakelijk. Je hebt mij de minst zwarte gegeven? Hou eens op, joh. Hij is gewoon, kijk. Je hoort hem gewoon kraken. Oké. Als je partner vreemd gaat, betekent dit dan het einde van de relatie of valt het nog te redden? Nou, ik zou meteen zeggen, dan is het gewoon klaar. Ja? Ja. Gelijk pas boem. Bam is. Ja. Weg ermee. Ja. Voor mij is zoenen een vreemd gaan. Ja, ik weet het niet, joh. En voor mij is seksueel getinte berichten naar kan sturen een vorm van vreemdgaan. Ik krijg wel een felle bek als je het erover hebt. Felle bek, ja. Nee. Ik weet het niet. Ja, maar waarom gaat iemand vreemd? Ja, maar dat kan je dan wel toch bespreken. Moet je dat niet van tevoren bespreken? Ja, als eigenlijk je wel. Als je problemen mee hebt? Ja, eigenlijk dus wel. Dan ben je toch eigenlijk dat tot laat? Ja, eigenlijk wel, maar weet je... Ja. Al met al zijn wij wel maar gewoon mensen... die best wel geprogrammeerd zijn op onszelf willen voortplanten. En lust hoort daarbij. Dus ik praat het niet goed. Maar ik denk dat als je echt al een hele tijd in een goede, warme relatie zit... en het mocht een keer gebeuren en je kan daar allebei gewoon eerlijk over praten... en open over praten, dan hoeft het niet meteen einde van de relatie te zijn. Lekker, hè? Ja. Zeker. Chapeau. Nu was het klaar, toch? Bij de buren is het witte doek vervangen door witte sneakers. Want het samen schilderen heeft nog geen enorme klik opgeleverd. Maar Jeroen blijft erin geloven. Ah, netjes, netjes. Hey, Jeroen. Ja? Wat vind jij van onze communicatie? Ja, volgens mij zijn we wel duidelijk naar elkaar toe. Ja. Gewoon open. We zeggen wat we denken. Zie je het anders dan? Weet je, we dwalen vaak een beetje af. Uh-huh. En dat vind ik niet altijd even zinvol. Nee.
Ik maak jou niet onzeker of zo, toch? Heb je een idee dan? Ik ben altijd heel bang dat ik een ander onzeker maak, omdat ik zo... Ja. Kritisch? Ja, ik kom... Godsamme, ik ben echt aan het uitschieten. Rustig, rustig. Nee, ik kom volgens mij wel vrij zelfverzekerd over. Mm-hmm. Ja. En dat kan een ander mens onzeker maken. En zeker omdat ik soms nog wel recht voor zijn raap kan zijn en... Nou ja, een beetje maf misschien. Mm-hmm. Ja, maar is dit een masker die je opzet dan? Nou, moet ik huilen, hè? Wat erg. Ja, ik weet het niet. Ik ben van binnen gewoon kleiner dan wat ik uitstraal. Ja. En dat is gewoon een schild voor mij. Mm-hmm. En daar kan ik niks aan doen. En ik wou dat ik hem eerder af kon zetten. Maar dat gebeurt gewoon niet. Maar weet je, ik ben altijd heel bang dat door de manier waarop ik overkom... dat ik andere mensen daarmee onzeker maak. En dat is niet wat ik wil. Bij mij komt het zo niet over. Ik heb jou dus niet onzeker gemaakt. Nee. En ik heb jou dus ook niet een vervelend gevoel gegeven of zo. Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Nou, daar zitten we dan. Je probeert het zo gezellig mogelijk te maken. Oh, zeker. Het is gewoon een verrassing, een uitdaging. Ja. En hoe vind je zelf dat je dat aangepakt hebt? Ja, naar welke kant moet je heen gaan? Nou, gewoon leuk, gezellig. Kletsen. Ik bedoel, kletsen doe je ook niet heel veel. Ik heb toch wel een paar keer geprobeerd het gesprek aan te knopen. Ik ben vrij stil. Dan denk ik, ja, waar ben je hier dan, weet je? Je moet er natuurlijk wel van uitgaan dat als je hier komt... dat je toch, toch leuk is om elkaar te leren kennen en... Dat klopt. Waarover moet je praten? Ik heb genoeg gevraagd aan je. Je hebt genoeg aan mij kunnen vragen. Ja, ik ben gesloten. Een beetje jammer. Geen haast. Nou ja, ik ben nou al 6 jaar alleen. Jee. Sandra heeft het Jeroen niet makkelijk gemaakt de afgelopen 24 uur. Ze is nogal pittig in de omgang, maar Jeroen wist toch heel even door het panzer heen te breken. Is dit het begin van een spannende romance? Ik heb een hele gezellige 24 uur gehad, absoluut. Ja. Wat ik heel fijn aan jou vind en wat ik ook zeker nodig heb, is je bent heel zorgzaam. Je bent heel creatief. Maar de twijfel zit hem vooral in de communicatie en in de humor. Maar humor geef je ook aan. Wat is daar... anders aan? Nou, ik ben gewoon een beetje gek. En sarcastisch. Ja. Maar jij hebt een hele andere soort humor. Jij bent heel flauw. Ja. En dat... Past niet bij jou? Nee. Of ik voel mezelf gewoon dat ik dan echt denk... Oh, flauw, waarom? Mm-hmm. Waarom zeg je dit? Vind je een hele leuke, open, spontane meid. Mm-hmm. Maar ik mis inderdaad de chemie. En die wil jij wel echt. Ja, en ik geloof ook echt... dat als iemand binnenkomt, dat ik binnen 10 seconden die wow-factor heb. Ja, ik heb ook niet die lichamelijke aantrekkingskracht. Daarom heb ik besloten om niet te verlengen. Om die redenen die ik net heb opgenoemd. Nou, dan wil ik je sowieso even knuffel geven. Dan ga ik mijn tas pakken. Ja, dat gaan we doen. Oké, top. Hartstikke bedankt. Ja, jij ook. Dat is echt superleuk. Goed, dat vond ik ook. Ja. Top. Jeroen heeft zijn schilderspullen ingepakt, maar heeft nog genoeg andere creatieve ideeën. Dus als jij bij hem echt die wow-factor ziet, gaat hij graag met je op date. Sandra weet donders goed hoe ze moet flirten en zoekt een vent die daar niet alleen in meegaat, maar haar ook stevig vastpakt als het even genoeg is. Kan jij niet wachten om dit spel met haar te beginnen? Meld je dan nu aan. Hoi. Hey. Te warm beneden. Ja, ik zat even van de visjes te genieten. Ik ben verschrikkelijk teleurgesteld. Ik heb zoveel geprobeerd. Ja? Gisteravond ook. Ja? Om 9:30 ga je naar bed. Ja? Ik heb nog de hot tub voorgesteld. Gaan we karaoke. Jij hebt helemaal niets voorgesteld. Nee. Kijk, je moet het zo zien. Ik kom hier om iemand te ontmoeten. En of het nou een match is of niet... Weet je, je probeert toch met z'n tweeën het allerbeste ervan maken. Maar dat gevoel heb ik niet van jouw kant meegekregen. Want als ik aan je vraag, waarom ben je stil? Ja, ik ben zo stil. Waarom ben je zo stil? Wat is voor jou gezelligheid? Ik geef daar tijd voor weg. Hè? Dus ik verwacht dat ook terug.
ik krijg het niet terug. Ik had het gevoel dat jij gisteren na 1 uur... het is geen match, ik ga mijn tijd uitzitten en doei. De 25-jarige Rosa is al 2 jaar vrijgezel... terwijl ze toch regelmatig een avondje doorhaalt. Maar ja, dat hoort er gewoon bij als nachtverpleegkundige. Mijn sociale leven is klein. Ik heb een heel ander ritme dan eigenlijk iedereen. Het is ook een mede reden dat ik zoveel werk. Dan hoef je niet alleen te zijn. Ja, dan doet dat best wel pijn. En mensen vragen ook wel eens of ik een vriend heb en dan zeg ik nee. En dan zeggen ze ook van, oh, hoe kan dat nou? Je bent zo leuk. En dan denk ik, ja, ik kan heel goed doen alsof ik dat ben. Ik heb ook wel een gebruiksaanwijzing, net als elke vrouw. Alleen misschien ben ik iets moeilijker. Mensen weten vaak niet wat ik echt denk. Maar mijn vader zei het laatst, ja, zo ga je nooit iemand ontmoeten. Wat ik zoek, een leuke jongen. Bruin haar, bruine ogen, niet lang haar. En ook geen baard, dat vind ik echt heel vies. En ook niet heel veel lichaamshaar, dat vind ik ook niet chill. Dat valt toch wel mee? Wel ja, joh. En met een fatsoenlijke tribber kan je alles makkelijk bijpunten. Niet dat het nodig is bij Gino, want die is strak geschoren. Tenminste, zover we dat nu kunnen zien. Maar goed, hij is er natuurlijk wel door een reden. Ik ben opgegeven door mijn beste maatse vriendin. En die zit vaak bij hem op de bank, gezellig met z'n drietjes. En hun dachten waarschijnlijk van, het wordt wel tijd dat Gino een keer wat gaat vinden. Ik heb er wel je behoefte aan een vriendin. Wel een droom, natuurlijk trouwen. Trouwen, huisje, boompje, beestje. Qua uiterlijk, ja, een mooi kopje is leuk natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het toch echt om het innerlijk. Een beetje inhoud hebben, van, ze moet weten wat ze wil. Ze moet hun mondje klaar hebben. Mag wel lekker de billen hebben en dat ze lekker de zelf is. Zodat ze niet gaat aanpassen voor mensen. Goedemiddag. Hallo. Hi. Hey. Mogen zoenen, hebben we test gehad? Het mag. Kijk. Hi. Hey. Ik ben Rosa. Gino. Goedemiddag. Goedemiddag. Bloemetje voor je meegenomen. Oh. Dankjewel. Spannend, spannend. Ja, ik heb trouwens thee voor je gezet en mogelijk is hij al koud. Je moet er nog wel zelf iets in hangen. Maar het viel mee hoe spannend het was? Afgelopen week heb ik ook wel 2 keer erover gedroomd. En dat was echt een drama, een hel. En toen dacht ik echt van, oh jee, het zal toch niet zoals in mijn droom worden, weet je wel. Echt. Leg eraan wat je droom was. Nou, verschrikkelijk. Valt mee of valt het tegen? Nou ja, ik heb altijd, net als alle dames, een hele lijst. Ja, dat geloof ik graag. Maar de indruk is goed, de eerste indruk? Ik denk het. Het venijn zit hem in de staart bij Esther en René. Na 23,5 uur beleefd trekken en Shore aan haar date... kan Esther zich niet langer inhouden en moet ze René echt even flink de waarheid vertellen. Ik ben gewoon boos. Je hebt mij gewoon tijd afgenomen. Waar ik veel andere dingen mee had kunnen doen. Die ik veel beter had kunnen besteden. En dan vraag ik aan je, zijn er nog dingen die je van mij wilt weten? Nee, dat heeft geen meerwaarde. Wat moet ik daarmee? Ik kan daar niks mee. Kijk, ik offer me op voor dit programma, maar ik verwacht dat van een ander ook dat hij zich opoffert. En dat gevoel heb ik bij jou niet gehad. Nee. Ik ben echt zo teleurgesteld. Ik vind het zo jammer. Waarom denk je dat ik de hele nacht wakker heb gelegen? Dan denk ik, ik gooi al mijn tijd hierin en krijg dit. Ik had er ook meer van verwacht. Ja, maar je kan er wel meer van verwachten, maar je moet zelf ook energie erin steken. Ja. En dan ga je vandaag op de bank liggen, ga je visjes liggen kijken. Kom ik nog een keer naar boven? Nou, er komt wat geluid uit. Ja, kom op, hé. Nee, nou, er komt nu ook niet snel uit je. Ik ga mijn spullen pakken. Is goed. Nou, ik zou zeggen bedankt. Ja, een advies. Denk voortaan even na voordat je zo'n uitdaging aangaat. Want het is niet leuk om mensen teleur te stellen. Ga je goed. Dankjewel. Het is wel duidelijk dat deze date niet goed is verlopen. Esther is er dan ook helemaal klaar mee en ziet wel wie of wat er op haar pad komt. René is er een beetje stil van. Nou ja, hij is nog steeds stil.
En wat hem betreft blijft het voorlopig ook stil. Rosa heeft het al van tevoren aangekondigd. Ze is niet makkelijk te overtuigen. Maar het strakke koppie van Gino lijkt haar wel goed te bevallen. Ben je heel ijdel? Ja, ze zeggen van wel. Oh ja? Ja, ja, ik ga denk zeker 1 keer een week aan de kapper toe. Oh, dat is veel. Ja, 1 keer een week aan de kapper toe. Dat, ik wil altijd wel verzorgd uitzien. Probeer ik wel zoveel mogelijk te doen. Ik ben echt een slons. Ja, maar dat kan ik ook zijn, hoor. Ik ken ook zo'n hele... Ja, maar ik ben het altijd. Ja, dat maakt het niet uit. Oké. Okay. Wat voor werk doe je? Ik ben uitvoerder. Uitvoerder? In een aannemersbedrijf. In een aannemersbedrijf, oh. Ja. En dan bouw je? Ik bouw vrijstaande woningen bouwen. Je bouwt vrijstaande woningen? Ja, oh. Ja, wel luxe allemaal. Oh. Ik zal je een foto laten zien van het huis wat ik heb gekocht. Ik heb begin dit jaar een huis gekocht. Dat doe je netjes. Ik heb namelijk wel een vrijstaand huis gekocht. Kijk, oude boerderijwoning. Hier heb je heel veel te doen. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Echt, het is een hel van binnen. Het valt echt niet mee. Echt, het valt niet mee. Zo erg? Ja, er moet eigenlijk een heel nieuw pand komen. Oh. Het dak is verrot. Aan alle kanten. Aan deze kant is het dak ingestort. En aan de achterkant is ook het dak ingestort. En het vierkant is verrot. En er zit al boktor en houtworm in. En de fundering is niet goed. Ook niet. Het is ook onbewoonbaar. Ook nog. Ik woon er niet. Ik heb het wel gekocht. Je koopt iets waar je niet kan wonen. Ja. Die watermeters zouden vervangen worden. Dus ik moest die put moest ik leegscheppen. Daar zaten kikkertjes en salamandertjes. En ik had bij 1 salamandertje zijn handje afgehakt. Toen heeft mijn moeder hem uiteindelijk doormidden gehakt. Mijn moeder zegt, ja, hij gaat toch dood. Ja. En hij heeft nu, je hebt zijn hand afgehakt. Ja. Ja, dit is wel even een klusje, Gino. Maar wie weet wat voor boys jullie samen kunnen opbouwen. Ik heb wel een beetje rondgekeken hier binnen. Of... Ik zocht een wc. En toen zat ik op de wc en toen dacht ik... Oh ja, ik heb plasangst. Ik kan nog helemaal niet plassen. Dus toen dacht ik, oh ja, ik ga maar weer van de wc af. Want ik heb hier dan niks te zoeken. Ik ga nog een keertje proberen te plassen. Ja. Het kan even duren. Ik pak even wat te drinken erbij. En gelukt. Ja, soort van wel, ja. Ja. Claudia komt uit Baarle-Nassau, heeft 2 bijna volwassen kinderen en is nu 7 jaar single. Het zou toch wel lekker zijn als daar nu een keer verandering in komt. Ik heb denk ik het meest gemist dat je met iemand kunt praten. Iemand die er toch voor je is. Ook een stukje zorgen waar ik ook mis. De kinderen zijn groot, die doen zichzelf. Ja, dan mag ik af en toe nog verkopen en dan mag je hotel verspelen. Maar die zijn er ook heel vaak niet. Dus, ja. Ik zeg altijd, ik hou van de ruwe bolster, belang pitten figuren. Die het gevoelige kunnen uiten al. Het is voor veel mannen vaak al heel erg moeilijk. Ik vind een man extra aantrekkelijk als je sportief netjes, denk ik. Die combinatie. En ik hou zelf ook wel van een volle figuur. Dat mag best, hè, mijn leeftijd ook. Een buikje eraan of ook lekkere billen. Ja, een aanwezige man. Ik zie naast mij ook niet een heel dun iemand. Nou, Rob zit behoorlijk in de buurt van zijn streefgewicht, zo te zien. Maar hij is wel groot, dus er is genoeg Rob om naast te staan, zou ik zeggen. Of tegenaan te leunen, als de fundering tenminste klopt. Voor mij is een relatie gebaseerd op een aantal pijlers. Hè. Intimiteit, seksualiteit is daar wel één van. Er moet natuurlijk een stukje fysieke aantrekkingskracht zijn. Ik noem dat altijd huidhonger. En het is voor mij is het ook een eerste levensbehoefte. Mensen hebben gewoon aanrakingen nodig. Ik ben wel iemand die gewoon dat soort dingen uit. Dus ja, dat is ook wel voor mijn toekomstige partner, daar moet je ook wel mee om kunnen gaan. Al staat Willem-Alexander naast me. Als ik met mijn geliefde ben, dan heb ik gewoon af en toe de neiging om er even een kus op de hoofd te geven. Of even wat ondeugends in de oor te fluisteren. Of even, gewoon even te kriebelen. Of, ja.
Dat is ook nog wel een punt wat erg belangrijk is. Dat mijn partner ook inziet dat geluk niet van buiten komt. Maar dat geluk echt vanuit hier, van binnen komt. En voor mij is een relatie een toegevoegde waarde. Hè, waarin 1 en 1 3 kan worden. Even kijken of de regen... Oh, er zijn nog meer haren vanaf gegaan. Het is verschrikkelijk. Wat mij ook altijd raakt zijn oudere mensen die gewoon nog hand in hand lopen. Dat raakt mij gewoon. Dan denk ik van ja... Dat is waar het om gaat. Hallo. Hey. Hallo. Schitterend. Nou, dat is echt al genoeg, hè? Hé, hey, mijn naam is Rob. Dat nou, kan houd het zo, op één, hè? Eentje? Uit de friendzone. Ja, oké. Okay. Mijn naam is Rob. Jouw naam is? Claudia. Claudia. Ik ben Claudia, wow. Ja. Ja. Ik kom uit Baarle-Nassau. Baarle-Nassau. Noord-Brabantse. Ja. Ja. Leuk. Ik ja, heb iets meegenomen. Iets uit het waar ik vandaan kom, zeg maar. Bals. Ja, is dat alcohol? Ik weet niet of dat het wat erin zit, hoor. Maar ja, we moeten altijd een keertje proeven. Hè. Dat is misschien de eerste keer. Jij bent helemaal nul alcohol? Ja, op een gegeven moment was dat gewoon... mijn leven is gewoon gigantisch veranderd. En ja, ik kreeg echt een heel duidelijk seintje van... Hey, alcohol beïnvloedt je. En ja, ik wil gewoon uit een... zijn en niet beneveld door een drank waardoor ik wilde juist mijn eigen remmingen gaan aankijken. Waar komen mijn remmingen vandaan en zo? Ik heb ook wat voor jou. Maar het komt uit een goed hart. Wow, chique. Ja. Oh. Een lekker geurtje. Dat is chique. Ja, maar die vind ik ook lekker. Dus ik denk, nou, dan geef ik iets wat ik zelf ook lekker vind. Echt heel lief. Super. Hey, voor vanavond. Ik heb totaal geen zin om te koken. Hou je van sushi? Het is wel lekker. Yes! Yes! Zullen we er even bij gaan zitten? Ik ben een andere man. Hè. De meeste mannen houden van voetbal en van bier. En die hebben een hekel aan winkelen. Nou, ik hou niet van bier, ik hou niet van voetbal. En winkelen vind ik leuk. Dus... Nou, het is prima. Maandag zit er dan helemaal geen rem op Rosa. Ik heb een zoontje. Je hebt een zoontje? Ja. Wat? Ik heb nog niet zo'n kinderwens. Maar als ik dan een kind krijg, dan wil ik absoluut een meisje. Anders stuur ik hem terug.